Goedemiddag allemaal. Waarom is het tegenwoordig eigenlijk steeds normaler dat als je bij je vrienden op bezoek gaat en je bent helemaal doorweekt van een regenbui, dat je wordt uitgelachen? Daar gaan we het komende half uur achter komen. Welkom bij de sessie over onvoorziene consequenties van technologie. Mijn naam is Arno Terpstra. En ik ben Duc Baten, ook van Surf. En het komende half uur zullen we jullie meenemen naar de wonderenwereld van onvoorziene consequenties van technologie. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We hebben daarvoor twee experts uitgenodigd die jullie wegwijs zullen maken in die wonderenwereld. Maar daarover later meer. Eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Duc, hoe zit het eigenlijk met de chat en het stellen van vragen tijdens deze sessie? Yes, ja, ik kan jullie vragen en chatberichtjes allemaal hier binnen zien komen. Dus als je wat een leuke vraag hebt, stuur hem vooral in. Dan kunnen we hem potentieel deze sessie meepakken. Komen er vragen voorbij die we niet in de sessie behandelen, dan gaat Arnoud een prachtige blog naar de hand schrijven om toch wat antwoorden te geven op jullie vragen. We hebben wel wat vertraging op de lijn. Wat jullie doen zien wij iets later, dus het kan even duren voordat we een vraag beantwoorden. Maar we zien ze binnenkomen. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Duc. Dan gaan we snel over naar de inhoud, want we hebben niet superveel tijd. Zoals ik al zei, we gaan het hebben over onvoorziene consequenties van technologie. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Nou, om bij het begin te beginnen, technologie wordt eigenlijk altijd ontworpen, bedacht en ingezet met een bepaald doel in het achterhoofd. Bepaalde problemen oplossen, ons leven verbeteren, ons leven comfortabeler maken, dat soort dingen. Dus hoe je het ook wendt of keert, technologie heeft altijd impact op ons en de samenleving en de wereld waarin wij leven. Maar die impact die gaat eigenlijk altijd verder dan dat ene doel of die paar doelen waar technologie ooit voor bedacht is. Ik denk dat ik dat het beste kan illustreren aan de hand van een voorbeeld. Dit is een bekend voorbeeld als je ooit binnen techniek en ethiek iets bent gaan lezen. Het zijn namelijk de befaamde bruggen die planoloog Robert Moses heeft laten bouwen rond snelwegen in New York in de jaren 60, tussen 40 en 60. Deze bruggen die waren namelijk zo laag dat de bussen, waar het openbaar vervoer mee draait, er net niet onderdoor konden. En het doel van die brug was natuurlijk legitiem, hè? Het oversteken van het overige verkeer over die drukke snelwegen veiliger maken. Maar er zat dus ook een nadelig bijeffect aan die lage bruggen. En wat was dat dan precies? Nou, in die tijd waren het met name de witte, welvarende Amerikanen die over een auto beschikten. En die konden dus prima over die weg naar de stranden van Long Island rijden. Maar de armere zwarte Amerikanen, die hadden die luxe niet. Die waren afhankelijk van het openbaar vervoer. En aangezien die bussen niet onderdoor pasten, konden zij dus met geen mogelijkheid bij het strand komen. Dus zo krijgt de betekenis, de uitspraak witte stranden natuurlijk een hele andere betekenis. Prachtig voorbeeld, Arnoud. Ik heb nog wel een vraagje. Je hebt het de hele tijd over onvoorziene consequenties. In het programma hebben we allemaal mensen uitgenodigd met de titel onbedoelde consequenties. Zit daar nou nog een verschil tussen? Nou, Duc, dat heb je natuurlijk scherp opgemerkt. Er ontstaat natuurlijk ook al snel spraakverwarming over deze termen. Dat is ook, de betekenis lijkt nogal veel op elkaar. Dat is natuurlijk ook een paar wetenschappers opgevallen en die hebben hier in een artikel uiteengezet wat deze termen binnen deze context precies betekenen. Nou, als je het hebt over de effecten van technologie, dan kun je eigenlijk onderscheid maken tussen de volgende dingen. Dus je hebt consequenties die bedoeld zijn of onbedoeld. En dan heb je ook nog consequenties die verwacht of onverwacht zijn, of voorzien of onvoorzien. En om het nog ingewikkelder te maken, daarbinnen kunnen consequenties ook nog eens een keer positief dan wel negatief uitvallen. Laten we beginnen met de verwachte consequenties. Binnen de verwachte consequenties heb je dus bedoeld en onbedoeld. Nou, ik zal misschien even een voorbeeld erbij noemen wat ver weg staat van het onderwijs, namelijk een kerncentrale. Dat is een bijzonder stukje techniek, als je het mij vraagt. Nou, als je kijkt naar de verwachte en bedoelde consequenties van zo'n kerncentrale, dan zijn dat dingen als efficiënte stroomvoorziening voor een heleboel mensen, lagere uitstoot dan kolencentrales, dus schonere lucht, dat soort dingen. Deze verwachte en bedoelde effecten worden vaak aangeduid als de known knowns en zijn veelal positief van aard. Dat is misschien ook logisch, want waarom zou je anders investeren in de bouw van een kerncentrale als er niks positiefs uit te halen valt? Nou, als je dan kijkt naar verwacht en onbedoeld, stel dat je zo'n kerncentrale bouwt langs de kust en dat koelwater wat je nodig hebt om die kernreactor koel te houden, dat dump je in de zee, uiteraard na volledige zuivering. Een verwacht en onbedoeld effect is dat zeewater rond die dumping een paar graden warmer wordt, bijvoorbeeld. Nou, deze consequenties zijn natuurlijk overwegend negatief van aard. Waarom zou je? Je moet een kerncentrale bouwen. Er zitten altijd nadelen aan. Maar dat is niet de bedoeling van de bouw van zo'n kerncentrale.
En die worden aangeduid als de known unknowns. En Arnoud, hoe zit dat dan met de onverwacht en onbedoeld? En misschien ook wel vooral onverwacht en bedoeld, waar een soort van gat in je grafiek lijkt te zitten? Ja, dat klopt. Consequenties kunnen natuurlijk niet verwacht en onverwacht en bedoeld zijn. Als je iets niet aanziet komen, dan kun je het ook niet bedoelen. Maar waar het wel op lijkt, is als je kijkt naar onverwacht en onbedoeld. Sommige effecten daarvan kunnen juist weer positief uitpakken. Denk dan weer aan die kerncentrale. Als er iets misgaat, er gebeurt een ramp. Dat is misschien een iets wat lugubere referentie. Maar wat er daarna vaak gebeurt, is dat men erachter komt hoe die ramp is ontstaan. En dat alle bestaande en nieuwe kerncentrales dan verbeterd kunnen worden. Om te voorkomen dat zo'n ramp weer gebeurt. Dus dat is eigenlijk een onverwacht en onbedoeld effect van zo'n ramp, van zo'n kerncentrale. Maar wel met een positieve uitwerking. Maar overwegend zullen de uitwerkingen van onverwacht en onbedoeld zullen negatief van aard zijn. Als we dan weer teruggaan naar die kerncentrale met dat koelwater in de zee. En die paar graden warmer van dat stukje zee wat daar is, kan eigenlijk uiteindelijk leiden tot een complete uitroeiing van het ecosysteem. Want zo'n paar graden warmer kan voor bepaalde planten of dieren die daar leven funest zijn. En daarmee kan het hele systeem verstoord worden, waardoor de diversiteit verdwijnt. Nou, deze worden vaak aangeduid als de unknown unknowns en zijn dus ook overwegend negatief van aard. Duidelijk, maar ja, ik vraag me nu toch wel echt af. We zitten hier op congres over onderwijs en we hebben het over bruggen en kerncentrales. Waar gaat het heen? Heel scherp. Ik heb deze voorbeelden natuurlijk even gekozen om duidelijk te maken waar we het over gaan hebben. Hopelijk is dat inmiddels ook een beetje het geval. We zijn natuurlijk nog niet klaar. Stel je vragen vooral in de chat, dan gaan we straks even kijken of we daar tijd voor hebben. Om toch nog even mijn verhaal af te maken en nog even bij kerncentrales weg te gaan. Die hebben natuurlijk weinig te maken met onderwijs, zoals je al zegt natuurlijk. Maar iets wat wel meer met onderwijs te maken heeft en eigenlijk niet meer weg te denken is uit onze dagelijkse praktijk, is AI, oftewel kunstmatige intelligentie. De vraag is natuurlijk, hoe ontstaan die onvoorziene consequenties? Nou, toevallig heeft de overheid laatst een adviesbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen. Daarin zetten ze eigenlijk uiteen wat die grondoorzaken zijn van die onvoorziene effecten. En dat zijn er eigenlijk drie. Interdependentie, dynamiek en ondoorzichtigheid. Interdependentie betekent dat complexe systemen vaak heel veel variabelen hebben die elkaar beïnvloeden. En hoe complexer zo'n systeem is, hoe meer variabelen dat zijn. En hoe meer dat er zijn, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om te voorspellen wat de precieze interactie tussen die variabelen zal zijn. Dynamiek betekent eigenlijk dat die complexe systemen zelden puur in een statische omgeving zitten. Die omgeving daaromheen, de wereld waarin het opereert, die verandert. Al dan niet door ons handelen met zo'n systeem. En de oorspronkelijke variabelen waar dat systeem op gebaseerd is, die komen dan vaak niet meer overeen met die nieuwe werkelijkheid. Dus dat helpt natuurlijk ook niet bij het overzien van de mogelijke effecten. Nou, de laatste is eigenlijk ondoorzichtigheid en dat betekent dat de werking van zo'n complex systeem is vaak niet helemaal duidelijk. Voor de gebruiker niet, maar ook soms voor de ontwikkelaar niet. Zeker als je kijkt naar zelflerende algoritmen. Het is gewoon niet helemaal duidelijk altijd hoe zo'n algoritme tot een bepaalde beslissing komt. Nou ja, en dan wordt het natuurlijk helemaal ingewikkeld om te voorspellen wat al die mogelijke consequenties zijn. Ja, precies. Hoe is dit dan relevant voor het onderwijs? Nou, binnen het onderwijs wordt natuurlijk veel geïnnoveerd. Er worden continu nieuwe technologieën en systemen bedacht om de wereld van dat onderwijs te verbeteren. Daar zouden ze een keer een conferentie over moeten organiseren, denk je ook niet? Lijkt me een mooi plan. Nou, zonder gekheid. Juist binnen het onderwijs staat het beschermen van bepaalde waarden zoals autonomie, privacy, inclusie erg hoog op de agenda. Ik hoop dat ik niet helemaal uit hoef te leggen waarom. In het kort, onderwijs is natuurlijk een plek om bij uitstek te kunnen leren. Bij leren hoort het maken van fouten en die fouten zullen zeker buiten die context van het onderwijs geen langdurige effecten moeten hebben voor iemand. Dus het zou in mijn ogen geweldig zijn als we en de vruchten kunnen plukken van nieuwe innovatieve digitale technologieën, maar daarbij ook rekening kunnen houden met die waarden die voor onze sector zo belangrijk zijn. Nou, als je dat wil, is het nou eenmaal belangrijk om stil te staan bij de verwachte, onverwachte, bedoelde, onbedoelde, positieve en negatieve consequenties van technologie. Nou, daar kan ik het niet anders dan volledig mee eens zijn, Arnoud.
luister met veel liefde naar je. Maar ik ben ook wel benieuwd. Krijgen we nog iemand anders aan het woord vandaag? Ja, ik denk dat ik nu wel genoeg heb verteld. Zoals ik al eerder zei, we hebben twee experts uitgenodigd om hier dieper op in te gaan. Wegens de verplaatsing van de onderwijsdagen kon één daarvan helaas niet meer live hierbij zijn. Dus die heeft wat videootjes van tevoren opgenomen. Dus nou ja, dan geef ik graag het woord aan die spreker. Paulan, kun jij misschien jezelf kort voorstellen en ook meteen aangeven waarom jij de consequenties van technologie, waarom je het belangrijk vindt om daarover na te denken? Ik ben Paulan Koronov. Ik heb een achtergrond in techniekfilosofie en in dataprotectierecht. Sinds kort ben ik werkzaam als postdoc-onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen. Hier doe ik onderzoek naar de implicaties van digital twin technologie en werk door naar een advies voor hoe we dit verantwoord zouden kunnen inzetten. Eenmaal in de wereld, zeker in het geval van softwareontwikkeling, krijg je de geest eigenlijk moeilijk weer terug in de fles, als het überhaupt al mogelijk is. Dus als een software onvoorziene of onbedoelde gevolgen heeft, dan kan dit maatschappelijk grote consequenties hebben. Daarnaast is er geen garantie dat de technologie die je ontwikkelt ook in handen blijft van degene waar je hem voor gebouwd hebt. En het is daarom ook belangrijk na te denken wat er kan gebeuren als die technologie in handen valt van partijen met hele andere bedoelingen daarmee. Nou, dankjewel Paulan. Inmiddels is mijn tweede spreker ook bij ons aangehaakt via Zoom. Hallo Maaike, kun jij jezelf ook even voorstellen en ook vertellen waarom het voor jou belangrijk is om daarover na te denken? Ja, hallo, dankjewel. Ik ben Maaike Harbers, werk bij Hogeschool Rotterdam als lector Artificial Intelligence Society en doe onderzoek naar ethische en maatschappelijke effecten van kunstmatige intelligentie. Ik kijk dan ook naar de rol van ontwerpers daarin. Ja, waarom moeten we rekening houden met die consequenties? Ja, wat Paulan zei, kan ik mij alleen maar bij aansluiten, maar ik wil nog één stapje terug. Dat die effecten negatief kunnen zijn, dat is natuurlijk het grote probleem. Dus plastic is een fantastische technologie, maar die plastic soep, ja, daar is niemand blij mee. Of social media, dat is bedacht om mensen met elkaar te verbinden. Maar bij de start gaat denk ik dat weinig mensen konden voorzien dat dat ingezet kon worden om uitslagen van de verkiezingen te manipuleren. Dus dan raakt het echt aan waarden die wij heel belangrijk vinden, als democratie, vrijheid, privacy, etc. Ja, dank je. Ja. Het is mooi dat je het zegt inderdaad, dat we van tevoren bepaalde dingen niet hadden kunnen voorzien. De grote vraag hierbij is natuurlijk, hoe kunnen wij hier dan als innovators, ontwerpers, programmeurs, et cetera, hoe kunnen wij rekening houden met die dingen die we niet verwachten? Wat moeten wij doen? Ik heb ook Paulan gevraagd om hierop te reageren, dus laten we eerst even haar reactie bekijken. Technologie beïnvloedt altijd ons en onze relatie tot de wereld op een bepaalde manier. Het is niet neutraal. En de kunst is om te zorgen dat deze manier zo gunstig mogelijk is, terwijl de kans op problematische gevolgen gereduceerd wordt. Het is daarom belangrijk om in zo'n vroeg mogelijk stadium in het ontwerpproces bepaalde waarden als autonomie, gelijke behandeling, privacy, om die mee te nemen en te kijken hoe de technologie deze waarden beïnvloedt, kan ondersteunen en op welke punt het mogelijk een risico vormt om een inbreuk te maken op deze waarden. Voor een belang hierbij is ook in gesprek te gaan met de mensen die de technologie gaan gebruiken of de mensen die het onderwerp zijn van de inzet van deze technologie en te kijken welke waarden zij vinden dat meespeelt, welke angsten zij hebben, welke zorgen zij hebben en hoe zij naar de technologie in zijn totaliteit kijken. Daarnaast is het denk ik erg belangrijk om te oefenen met het identificeren van mogelijke problemen die voorkomen, te herkennen wat zijn de zwakke punten, hoe vormt een technologie, hoe beïnvloedt een technologie nou een relatie van mensen tot de wereld, welke impact heeft het, en hierin te leren van fouten die in de geschiedenis door anderen en ook eventueel door jezelf zijn gemaakt. Er is al een hoop geprobeerd, er is een hoop goed gegaan en er is een hoop fout gegaan. En dat is nou juist het mooie dat wij ook kunnen leren van die fouten. Dus ik zou ook altijd aanraden om artikelen te zoeken over mensen die op zoek zijn geweest naar die fouten en ze beschreven hebben. Omdat je daar een heleboel van kan leren van hoe het wel en hoe het vooral ook niet moet. Nou, dat is een helder verhaal. Maaike, kun jij misschien vanuit jouw praktijk ook vertellen hoe jij vindt dat we daarmee om moeten gaan?
Nou ja, ook hier denk ik dat Palang al echt hele goede dingen over heeft gezegd. Ik kan alles zo goed mogelijk geven. Maar wat we daarnaast ook nog kunnen doen, want dan richt je je heel erg op de ontwerper, om te kijken om die omstandigheden te creëren waardoor ontwerpers ook in staat zijn om dat goed te kunnen doen. Dus bijvoorbeeld door onderzoek te doen en een soort best practices te ontwikkelen die ontwerpers kunnen gebruiken. Maar ook door duidelijke regelgeving. Welke checks en balances moet je inbouwen in het proces om te zorgen dat je blijft controleren op onvoorziene omstandigheden. Maar ook in het proces als een technologie de wereld in is. Bijvoorbeeld een algoritme te blijven controleren. Gaat dit wel goed? En als laatste, niet onbelangrijk, ook onderwijs. Werk zelf bij de hogeschool. Bij een hogeschool, wij denken er ook over na. Hoe bereiden we de ontwerpers zo goed mogelijk voor? Hoe bereiden we ze zo goed mogelijk voor om hun werk op een goede manier te doen? En dat klinkt interessant. Heb je daar misschien ook een voorbeeld bij? Ja, nou, een voorbeeld van rekening kan houden met gevolgen is bijvoorbeeld de app Nextdoor. Dat is een buurt-app waarin je met je buren bijvoorbeeld berichtjes kan uitwisselen over ik heb een kat verloren, heeft iemand gezien of heeft iemand een boord te leen. Nou, op een gegeven moment had die app een functie toegevoegd om crimineel gedrag te rapporteren. Zou je denken, dat is handig, want dan informeren buurtbewoners elkaar over wanneer het mogelijk onveilig is op straat. Alleen wat bleek nou, dat daar heel veel meldingen kwamen waarin eigenlijk die gewoon racistisch waren, waarin heel erg etnisch geprofileerd werd. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling van de ontwerpers. En wat ze toen hebben gedaan, is nog eens kijken naar hoe je zou die functionaliteit weg kunnen halen, maar ze hebben gekeken hoe rapporteer je eigenlijk. En dat was een heel makkelijke, open manier, gewoon iets aanvinken. En ze hebben dat rapporteren, dat proces aangepast, waardoor je veel meer omschrijving moet geven van wat heb je nou eigenlijk gezien precies, wat waren de omstandigheden, welke kleding droeg iemand en pas op het laatst zijn er nog andere kenmerken zoals huidskleur. En wat bleek toen, het aantal meldingen ging omlaag, maar de meldingen die er kwamen waren van veel betere kwaliteit. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe je zo'n onbedoeld effect toch weer kan bijsturen. Oké, dankjewel. Ik hoor jou echt een heleboel dingen zeggen, een heleboel verschillende vlakken. We moeten kijken naar regulering, naar technologie. We moeten goed kijken naar hoe gebruikers bepaalde dingen gebruiken. Nou, ik wil graag even terug naar in het begin. Ik opende natuurlijk met een voorbeeld over, voor wat de meeste van jullie wel zullen herkennen, buienradar. Nou, ik heb Paulan ook gevraagd om eventjes vanuit haar perspectief te kijken naar waarom is het zo dat mensen jou uitlachen als je helemaal doorweekt bij vrienden op bezoek komt. En daar gaan we nu even naar kijken. De casus van de buienradar laat twee dingen heel mooi zien. Aan de ene kant de implicaties die technologie kan hebben voor relaties tussen mensen onderling. In dit geval vooral de peer pressure waartoe kan leiden. En aan de andere kant dat wij voor gemak heel graag onze data weg willen geven als we daardoor een buitje kunnen missen. Ik begin eventjes met het eerste. Ik heb de buienradar app eventjes gedownload speciaal voor deze casus uitleg. Bijgevoegd is een afbeelding. Dit zijn de privacyvoorwaarden van de buienradar. En hier kunnen we een van de voorwaarden lezen. Dit is informatie over de gebruikersactiviteit op dat apparaat, inclusief de bezochte of gebruikte webpagina's en mobiele applicaties, zijn data die worden verzameld voor de buienradar app. Nu moet je afvragen, heeft een buienradar applicatie om jou uit te kunnen leggen waar en wanneer een bui komt? Moet hij echt weten welke website je hiervoor hebt bezocht, welke website je hierna hebt bezocht en hoe jij met je telefoon omgaat? Nou, dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met wat er uit de lucht komt vallen. Dit is iets waar buienradar-apps zijn geld mee verdient door informatie over jou te verzamelen, over jouw webgedrag, wat jij interessant vindt op internet, of je wel of niet dat paar schoenen wil kopen. En zo verdient buienradar zijn geld. Maar om te zorgen dat wij dus weten of er een buitje uit de lucht komt vallen of niet, daar geven wij dus een heleboel informatie voor over onszelf prijs. En de vraag is of dit proportioneel is.
Dit zit ingebed in de technologie. Zonder deze voorwaarden te accepteren kunnen wij de buienradar-app niet gebruiken. Dus onze keuze is eigenlijk kunnen zien waar en wanneer de regen uit de lucht komt met deze specifieke applicatie. En dan onze gebruikersdata geven, zodat de buienradar daar geld mee kan verdienen. Of de app niet gebruiken. Nou, dit brengt me bij het tweede probleem van deze casus. De technologie beïnvloedt ook de relatie tussen mensen. Dus zoals we in het voorbeeld kunnen zeggen, mensen verwijten elkaar op het moment dat ze niet hebben in de gaten hebben gehouden of en wanneer er een bui komt. En als ze dan op je nieuwe vloer staan, helemaal nat geregend, dan wordt schuld gegeven aan iemand die de applicatie niet heeft gedownload. Nou, hiermee, door op zo'n manier met elkaar om te gaan, zetten wij een enorme groepsdruk, enorme peer pressure op elkaar om te zorgen dat wij bepaalde technologieën gebruiken. In het geval van de buienradar-app en alle privacygegevens die ermee weggeeft, alle persoonsgegevens die ermee weggeeft, is het de vraag of dit proportioneel is om zo'n druk op iemand uit te oefenen om a. een mobiele telefoon te hebben, een smartphone om precies te zijn, altijd met deze smartphone op zak te lopen, want anders kan je niet in de gaten houden of de bui komt waar jij op dat moment bent. En ten derde dus om die applicatie te downloaden waarmee je dus allemaal persoonsgegevens prijsgeeft. Hier zit dus niet alleen een verantwoordelijkheid uiteindelijk van de ontwerper van de technologie, maar ook een stukje van onszelf als gebruiker. Als wij andere mensen gaan eisen gaan opleggen omtrent de apps die zij gebruiken, dan leggen wij ook die eisen op en zetten wij een dwang op ze om akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden of niet. En dat is als gebruiker ook relevant. En aan de andere kant moet je als techneut afvragen, als ontwerper, willen wij menselijke relaties op deze manier beïnvloeden? Is dit proportioneel voor de impact die het heeft? Of willen wij eigenlijk juist dat we op een andere manier met elkaar omgaan? Want in dat geval moeten we misschien ook de technologie anders vormgeven. Nou, dat is een klare zaak. De tijd gaat natuurlijk hartstikke snel. En ik heb voor het laatste deel nog een stelling bedacht die ik graag aan iedereen wil voorleggen. Dus ik wil ook graag iedereen vooral uitnodigen om in de chat daar even op te reageren. Dan kunnen wij daar gezamenlijk op reflecteren. En die stelling is eigenlijk als volgt. Even terug naar het onderwijs. Binnen het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van AI, steeds meer. En de stelling is, de inzet van AI om studiesucces te voorspellen brengt zoveel kans op racisme met zich mee, op oneerlijke behandeling, dat we er maar beter gewoon helemaal mee moeten kunnen stoppen. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat ik beginnen bij Maaike. Maaike, zou jij daarop willen reageren? Ja, met gevaar dat ik nu wel de antwoorden, dat de antwoorden beïnvloed. Ik zou zeggen helemaal stoppen, nee. Want kunstmatige intelligentie biedt ook allerlei mogelijkheden, maar ik vind wel dat we heel kritisch moeten kijken naar op welke manier zetten we dat in, onder welke voorwaarden en waarvoor precies. En ook gewoon heel erg beseffen, het is niet altijd beter, maar goed, op sommige punten wel. En laten we dan ook vooral wel gebruik maken van die technologie. Maaike, ik ben dan wel benieuwd. Welke randvoorwaarden zijn er volgens jou dan belangrijk in de beslissing tussen het wel of niet uitproberen van zo'n nieuwe technologie in het onderwijs? Nou, daar zeg je ook wel wat interessants, het uitproberen. Ja, ik denk het uitgangspunt zou moeten zijn om gewoon bepaalde waarden bovenaan te laten staan. En het belang van de leerlingen en hun privacy, hun autonomie, hun welzijn bovenaan te laten staan. En ik denk dat het uitproberen ook al een goede stap. Soms wordt al iets helemaal bedacht en ingevoerd, maar je kan het uitproberen. En ik denk hoe klaar, ja, net zoals je medicijnen ontwikkelt, begin heel klein en ga wat groter. Maar je kan ook al, ja, wat soms gebeurt is dat technologie wordt ingezet, want het is iets vernieuwends. Maar ik denk ook dat we goed moeten kijken, is er überhaupt wel een probleem? En als er een probleem is, wat zijn manieren om het op te lossen en dan te kijken naar technologie, maar wellicht zijn er ook andere oplossingen. Ja, ik ben dan ook wel benieuwd, een van de grondoorzaken bij zelflerende algoritmen is bijvoorbeeld ondoorzichtigheid. Hoe zie jij, en dan het liefst even kort, want de tijd zit er bijna op, hoe zie jij ondoorzichtigheid in het kader van bijvoorbeeld die stelling die we net hebben gedaan?
Ik denk, ondoorzichtigheid hangt weer van de toepassing af in hoeverre dat een probleem is. Als het gaat om iemand toelaten tot een vervolgopleiding, ja of nee, dat is zo belangrijk, dan is ondoorzichtigheid niet acceptabel. Terwijl als het gaat om inspiratie opdoen, ideeën, dan is het misschien wat minder erg dat het algoritme ondoorzichtig is. Dus het hangt heel erg af van context en toepassing. Oké, dankjewel. Duke, heb jij nog wat in de chat gezien? Ja, de chat vliegt nu ondertussen redelijk aan. We zien nou ja, veel, zoals Mike eigenlijk ook zegt, over de belang van de context. Nou goed, wie gaat er bepalen wat we met AI willen? Je kan natuurlijk ook, hè, op het moment dat je informatie gebruikt om iets te voorspellen, gaat het er ook een deels om van, wat doe je vervolgens met die informatie? Dus ja, veel dingen die voorbij komen die een beetje rondom dat zwart-witte zich afvragen van is dat toch niet iets wat meer grijs tinten? En een opmerking nog van Fleur Prinsen, hè, dat autonomie misschien überhaupt wel een heel interessant concept is in het onderwijs in Nederland. Waar je van moet afvragen van nou, hoe verhoudt AI zich daar dan tegenover? Dus ik zie een mooie discussie, ook een aantal wat specifiekere vragen die je misschien achteraf kan beantwoorden die nu wat te specifiek zijn. Nou, dat klinkt helemaal goed. Ik kan echt niet wachten om de export van de chat terug te lezen. Nou, helaas zit het halve uur er alweer bijna op. Ik heb nog een paar tips verzameld. Ik heb al mijn sprekers gevraagd om tips te geven. En die heb ik hier op een slide gezet. Dus die kunnen jullie achteraf terugkijken. Maaike, wat is jouw tip? Oh, moet ik hem uit mijn hoofd? Volgens mij had ik jou gezegd, de film Coded Bias is een film die is recent uitgekomen over hoe er bias in algoritmes terechtkomt. Heel erg interessant. En volgens mij, want toen jij die tip gaf, had je het ook over The Social Dilemma. Dat is ook zo'n bekende film op Netflix. Heb je die toevallig ook gezien? Ja, heb ik ook gekeken. Ja, daar, die is erg interessant, maar er is ook wel weer kritiek op. Dus ik zou hem wel aanraden, gaan kijken, maar lees ook wat kritische recensies, zou ik zeggen. Nou, hartstikke goed. Dan rest mij nog het dank uitspreken naar al deze mensen. Zonder jullie was deze sessie natuurlijk nooit mogelijk geweest. Dus mijn eeuwige dank ook aan mijn co-host Duke om mij te helpen bij deze sessie. Nogmaals, ik kan er niet wachten om alle berichten in de chat terug te lezen. En ik hoop binnenkort daar een blogje over te publiceren. Bedankt natuurlijk ook de organisatie. En mochten jullie nog verder met mij willen praten of een vraag willen stellen, mijn e-mailadres staat hier. Stuur mij vooral een mail en ik zal jullie antwoorden. En dan wens ik jullie nog heel veel plezier bij de overige sessies van deze prachtige onderwijsdagen. Extended reality technologieën, zoals virtual en augmented reality, worden steeds vaker ingezet in het hoger onderwijs. Maar hoe gebruiken we XR op een verantwoorde manier, zodat academische waarde en kwaliteit geborgd blijven? Nu XR een vlucht neemt, is er behoefte aan de ontwikkeling van kennis, tools en richtlijnen voor de implementatie van deze technologie. Momenteel worden deze technologieën voornamelijk aangejaagd door grote techbedrijven. Deze bedrijven hebben andere doelen dan wij, bijvoorbeeld op het gebied van privacy of het open delen van apps en data. Het is daarom hoog tijd dat de academische gemeenschap niet langer aan de zijlijn blijft staan, maar zich actief gaat inzetten om extended reality de juiste richting op te sturen. Alleen zo blijven academische waarden en standaarden geborgd. Wat verstaan we eigenlijk onder het verantwoord gebruik van XR in educatie? Daar komen meerdere aspecten bij kijken, zoals de kwaliteit van de ervaringen, bescherming van privacy en data, het gebruik van open technologieën, inclusiviteit en het welzijn van onze studenten. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Er moet een brede discussie op gang komen over het gebruik, de ontwikkeling en de implementatie van XR-leerervaringen in het hoger onderwijs. Tijdens deze discussie zullen nog veel meer vraagstukken naar voren komen, zodat we uiteindelijk een steeds completer beeld krijgen van wat wij als toelaatbaar, verantwoord gebruik zien van extended reality in het hoger onderwijs. We nodigen jullie graag uit om aan deze discussie deel te nemen.
van Bits of Freedom en ik wil je graag iets vertellen over fixyourprivacy.nl. We zijn tegenwoordig nog meer online dan we al waren en dat heeft gevolgen voor onze online privacy. Als Bits of Freedom willen we jou graag helpen om jouw privacy te beschermen. Wij zijn dé organisatie in Nederland die opkomt voor jouw online privacy en daarom lanceren we fixyourprivacy.nl, de toolbox voor jouw online privacy. Daar kan je zelf leren om je eigen privacy beter te beschermen of je leerlingen dat laten doen. Het is bijvoorbeeld niet zo moeilijk als het lijkt om een veilig wachtwoord in te stellen. Wil je je oma helpen om gevaarlijke phishing-appjes te leren herkennen? Wij leggen je uit hoe. En je Instagram of Snapchat instellingen zo aanpassen dat anderen niet mee kunnen kijken? Wij leren je in een paar stappen hoe je dat kan aanpassen. Ons doel is dat fixyourprivacy.nl een toegankelijk en betrouwbaar overzicht is voor iedereen die zijn of haar privacy wil verbeteren. We willen daar dat al onze kennis samenkomt om jou te helpen je eigen privacy te fixen. Wil jij jezelf beter leren beschermen? Ga naar fixyourprivacy.nl en fix je privacy. We doen heel veel met de zonnestudiedata. Maar hoe breng je de boodschap over van wat wij als zonne willen bereiken? Daarvoor hebben wij een praatplaat. Zowel online als offline gebruiken onze leden deze plaat om uit te leggen waar zij zich met de zonne voor inzetten. Ongeacht je voorkennis op het gebied van data science biedt de zonne studiedata je scholingsopties aan. We ontwikkelen momenteel een website die vanaf eind dit jaar de kennishub zal vormen voor collega's die werken met studiedata. Het statistisch handboek studiedata is voor iedereen online gratis beschikbaar. Als je bezig bent met data-analyses in het hoger onderwijs en je wilt een statistisch component toevoegen, neem dan vooral een kijkje. Hier worden statistische toetsen uitgelegd aan de hand van een casus en voorbeeld uit het hoger onderwijs. Momenteel zijn we in gesprek met DataCamp. Hier kun je online cursussen doen op verschillende thema's rondom data science. We willen dit landelijk gaan aanbieden. Ten slotte kun je in de toekomst een leergang volgen. Daarbij krijg je 1 dag in de 2 weken les in data science. De overige dagen ben je bezig met een data science project in je eigen instelling. Ben jij benieuwd waar jouw eigen instelling staat als het gaat om het benutten van studiedata? Doe dan de quizscan die wij ontwikkeld hebben. Wat is de huidige mate waarin jouw organisatie data geïntegreerd heeft? En in welke mate zou je dat graag willen zien? Deze vragen staan centraal in de scan. Ook in deze scan staan de 5 thema's centraal die je eerder zag in onze praatplaat. Met deze scan krijg je een helder inzicht op waar je staat, maar vooral op wat je zou kunnen doen om te kunnen groeien en om in de toekomst nog meer waarde te kunnen halen uit studiedata. Stel je voor, je hebt binnen je onderwijsinstelling een interessante analyse gedaan met studiedata en je wilt die kennis graag delen met een collega van een andere instelling. Dat mag helaas niet vanwege privacyredenen. Dit probleem wilden wij oplossen. Daarom hebben we een simulatiedataset ontwikkeld. Deze dataset is dusdanig gesimuleerd dat het de data van een fictieve universiteit weergeeft. Deze dataset kunnen data-analisten gebruiken om wel die interessante analyse te kunnen delen met externe collega's. Ook mogen studenten deze gaan gebruiken om analyses op te oefenen. Mm.